Beste kijkers, vandaag 3 september, een zware berendag op het Damrak. Ajax slotstand 5-49-60. Richting het slot nog een klein beetje herstel. Een poging om op te veren vanaf de onderkant van de trading range. Die al een paar dagen volgen, een paar weken kan ik zeggen. Vanaf 5-45-5-43 onderkant. Jawel, in één dag een joekel van een duikeling. Berisch en Kolfing is ook nog eens neergezet. En we zijn gekukeld van 5-68 naar ongeveer een low van 5-46. Een forse aandacht. En dat past dan wel weer in het beeld, als ik heel eerlijk ben. Want de turbulentie was al hoog, was al groot. En de trendmatigheid die was al laag. Getuigen de zwakke en bijna horizontaal lopende SMA-lijn. Telt erbij op dat er ook nog een dalende toppenlijn, de stippenlijn, actief is. En het lag eigenlijk wel een beetje in lijn der verwachting dat de beren van zich zouden laten horen. Niet vermoeden dat dat met deze klap gepaard zou gaan. Maar hoe nu verder? Eigenlijk verandert er charttechnisch dus niet zo gek veel. Nogmaals, de volatility, de turbulentie is erg hoog en heel vervelend. Maar als je iets uitzoomt, dan kunnen we vaststellen dat we nog steeds bewegen in dat de rechthoekpatroontje. En zou je haast zeggen dat het weer tijd wordt voor de bulls om terug te komen met een witte candle weer opveren. In ieder geval richting de SMA-lijn en richting dat dalingslijntje. En dan praten we toch al weer over een opleving naar 5,63. Maar ze hebben vandaag wel een flinke deuk opgelopen. Een flinke tik hebben ze moeten incasseren. En het is dus zeer de vraag of het daadwerkelijk gaat lukken om naar boven weer te gaan bewegen. Dat betekent dat er morgen een witte candle geplaatst moet worden. Blijft die uit? Met andere woorden, gaan we opnieuw een zwarte candle zien en wordt de druk op de onderkant van die rechthoek opgevoerd. Dan moeten we ernstig oppassen dat de index niet onderuit de rechthoek duikt. En dat betekent als we gaan spiegelen dat er zomaar eens 30 punten van af kan. En dan noteren we alweer snel bij de 500 punten grens. Dat is een zwart scenario, dat ben ik met u eens. Maar dat gaat valide worden, dat gaat zijn gang krijgen als we daadwerkelijk uit die driehoek, uit die rechthoek breken. We gaan eens kijken of wat de bulls als tegenprestatie kunnen gaan leveren op de enorme tik die ze vandaag hebben geïncasseerd. De DAX krijgt natuurlijk ook een dreun. 1,4% er vanaf. Zet ook een heel kleine bearish en Kolfing patroon neer. En aarzelt een beetje bij de rode streep op 13.300. Minder dramatisch charttechnisch gezien ten opzichte van de AIX. Hier noteerden we nog steeds in het stijgingskanaal. De SMA-lijn loopt netjes omhoog. En de RSI beweegt nog goed boven de 50. Dus hier mogen we spreken van een vervelende corrigerende berentik. Maar nog niet één die het plaatje drastisch doet verstoren. Voldoende beweging, voldoende dramatiek op het speelveld, zowel bij de DAX als bij de AIX. De bulls moeten even bijkomen en we gaan eens kijken of ze morgen zich kunnen vermannen.